Meneer Holterman, wat heeft u zojuist aangetroffen hier? Wat is er gebeurd? Brinkgevenweg voor een groot deel afgesloten. Veel politie op de been, mannen met oortjes. Wat is er aan de hand? Nou, wij troffen hier een meneer aan op de daken in de Brinkgevenweg. Die liep hier over de daken van meerdere woningen. Heeft ook echt op het puntje van de daken gezeten. Maakt op ons een wat verwarde indruk. En we wilden hem eigenlijk zo snel mogelijk, zo veilig mogelijk op de grond hebben. Wij zagen genoodzaakt om in ieder geval de Brinkgevenweg voor een korte periode even af te sluiten. We zagen dat hij ook getriggerd werd door mensen die hier langs liepen en die kwamen kijken. Dus we wilden vooral even de rust bewaren. Meneer veilig op de grond krijgen. Uiteindelijk hebben we onderhandelaars van de politie hier ter plaatse laten komen. Die hebben langere tijd op hem ingesproken. En dat resulteerde uiteindelijk dat hij kalmeerde. En op eigen hand eigenlijk van het dak is afgeklommen. En we hebben hem nu meegenomen naar het politiebureau. Gaan we even met hem in gesprek om te kijken of alles goed met hem is. En of wij nog zorg aan hem moeten verlenen. Ja, u zegt triggeren van mensen. Er werd geschreeuwd vanaf het dak. De verkeerssituatie raakte daardoor onveilig. Nou, we zagen dat er hier toch al gauw 30, 40 man staat te kijken en dat persoon op het dak daardoor getriggerd werd. En dat gaf eigenlijk niet de situatie die we wilden hebben. We wilden vooral de rust creëren en hem zo snel mogelijk gewoon weer veilig op de grond neerzetten. En daardoor hebben we hem gewoon ruim afgezet. Ja, wat was de aanleiding dat deze meneer plotseling op het dak liep? Flinke afstanden over het dak overbrugde, langs verschillende panden, over verschillende panden. Nee, er is niet zozeer een aanleiding. Het is niet dat wij al heel lang naar hem op zoek waren of dat we achter hem aangejaagd hebben. Hij zag zich genoodzaakt om echt op het dak op te gaan. Ja, los van dat de politie hem zocht of iets dergelijks? Nee, geen melding over gehad. Dus echt een eigen keuze van hem geweest om op het dak op te gaan. De situatie is weer rustig nu? De situatie is helemaal rustig. De wegen zijn weer vrijgegeven. Het verkeer kan er weer langs. En wij gaan kijken wat voor zorg we aan meneer kunnen geven. Ja, spannend zo'n situatie, want je weet niet wat er gaat gebeuren natuurlijk. Nee, dat is altijd spannend. En we willen zo goed mogelijk dit soort situaties volbrengen. Vandaar ook brandweer op de achtergrond met een hoogwerker. Die hebben we gelukkig niet nodig gehad. Maar het was erop gericht om alles zo snel mogelijk weer zo veilig mogelijk te krijgen. Okay, dank voor de toelichting. Graag gedaan.